Wie een gouden kalf wint voor beste acteur of actrice, komt op de filmboulevard van Utrecht te liggen. En inmiddels is die al aardig wat meters lang. Gelukkige dit jaar zijn Barry Atsma en Carice van Houten. Vorig jaar wonnen ze beide een gouden kalf. Het smaakt wel naar meer, moet ik zeggen. Ik heb wel zin in nog zo eentje. Ja, het is toch fantastisch dat daar gewoon zo'n ding ligt. Carice van Houten groeide op in Utrecht en Barry Atsma woont er nog steeds. Het is gewoon een bizar idee dat mijn dochters straks 18 zijn en dat ze hier over die tegel heen kunnen lopen. Het is wel een waanzinnige eer om jarenlang hier te liggen en ja, dat is wel echt fantastisch. Hij had zelf dan ook geen betere plek voor de tegel kunnen bedenken dan midden in zijn stad. Ik ben natuurlijk al 18, 19 jaar kom ik hier regelmatig langs. Vroeger wat vaker 's nachts, nu wat vaker overdag. Ik studeerde hier aan eerst rechten en daarna theaterschool hier om de hoek. En ik heb hier zoveel gelopen, dus het is echt bijzonder dat het hier ligt. Ja. En niet in Groningen bijvoorbeeld, maar gewoon mijn stadje. En als de fotografen dan werkelijk alle mogelijke poses hebben vastgelegd, kan ook het publiek de tegels komen bewonderen.